Here we go! Het is 11:02 en de video van vandaag draait natuurlijk om deze 100% IV Pokémon, oftewel Charmander. Ik ben er super enthousiast voor, want niet alleen hebben we natuurlijk Shiny Charmander aangekondigd gekregen voor de Community Day event nummer 5. Ook is vanochtend bekendgemaakt dat Shiny Ho-Oh terug is tot en met 7 juni in Pokémon Go, waar ik super enthousiast voor ben. Niet alleen een geweldige Shiny, ook nog een van mijn favoriete Legendaries. Dus wat wordt dit een geweldige video en een geweldige aankomende paar weken. En kijk eens even aan, dit ziet eruit als de perfecte plek voor Charmander. Een dubbele Charmander, het waren er eigenlijk 3, dus dat is wel een beetje balen. Dit is helaas geen Shiny de eerste. De tweede dan misschien wel, en er zit er nog een Magikarp. Ook nog niet, helaas. Nog steeds geen Shiny. Het waren er ook maar 2, dus laten we ook niet al te enthousiast worden. Misschien nog een Shiny Magikarp, ook niet helaas. Maar goed, maakt niet uit, we gaan gewoon lekker door. Wel 10 CP, dus die vangen we niet. We gaan alleen die Charmander vangen. Even kijken, die pakken we ook nog gewoon even. Zo, ik ga hem gewoon even vangen. Nou, we zijn hier al bijna bij een Charmander spawn. En we hebben ook nog een eitje tussendoor, een 2 kilometer ei. Het zal waarschijnlijk geen Charmander worden, maar je weet maar nooit. Wat gaat het worden? Ik zag er net al een Charmander spawn, dus laten we een aarel. Dat is zeker geen verkeerde, kan ik nog een goede IV van gebruiken. Candy's zijn altijd welkom, kan ook de shiny worden, dus het was een leuke geweest. Maar zo te zien is hij niet al te best qua IV, want ik heb toevallig onlangs een 91% gehashed. Maar we hebben wel weer even een Charmander. Is dit dan een shiny? Dat helaas nog steeds niet. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon lekker verder. Helaas geen live reactie, maar het is ons weer gelukt. Het geluk blijft aanhouden om een shiny Charmander tegen te komen. Het verschil is niet heel groot zoals je kunt zien. Ik bedoel, je moet echt wel een beetje de kennis ervan hebben. Anders zou je misschien denken, nou, dat is een normale Charmander. Dit is een lastig hoor. Deze laat zich niet zomaar vangen. Gaan we voor de excellent op de shiny Charmander met een golden raspberry. Past perfect bij deze kleur en een ultrabal. Ook nog wel een mooie bal die erbij past en hij zit erin. Hij zit er gewoon in. We zijn nu 13 minuten in het event bezig, dus we hebben nog aardig wat tijd om misschien nog een tweede te vangen. Maar deze heeft pretty decent IV's, dus niet al te best. Maar dat maakt natuurlijk niet uit, want we hebben gewoon onze shiny Charmander te pakken. Zoals je kunt zien hebben we aardig wat luurs aanstaan. We hebben allemaal gekke dingen en heel ons rondje uitgetiend. Dus we weten precies waar we heen moeten, maar onze shiny Charmander is een feit, jongens. We kunnen gewoon, eigenlijk is het event nu al compleet. We hebben een 100% IV Charmander, een shiny Charmander. Het enige waar we nu nog wel op zoek moeten is een goede IV shiny Charmander. Zoals je misschien wel merkt aan de vlog en dat die zo kort is, ben ik niet veel Charmander tegengekomen. Dus ik ben echt heel erg blij dat de Charmander die tegen ben gekomen, ja, eigenlijk perfect zijn. En ik heb al een shiny natuurlijk. Dus ja, laten we even gaan zoeken naar natuurlijk die Charmander. Want we moeten natuurlijk nog 2 Charmander evalueren. Het is nu 2:15, dus dat betekent dat we nog een kwartiertje de tijd hebben. En daar staan ze hoor. Alles 4 onze Charmanders die we hebben gevangen. Nou, eentje dan niet tijdens het event. Ik heb er 2 kunnen vangen naast onze shiny met natuurlijk goede IV's. Maar het gaat natuurlijk om deze, eigenlijk vooral onze 100% IV Charmander die ik toevallig laatst heb gepower-upped maximaal. Daarover komt nog een power-up aflevering, dus blijf daar zeker voor kijken binnenkort. Maar dit is natuurlijk de Charmander die we als eerst gaan evalueren, want dat is eigenlijk de Charmander. Ik heb nu het gevoel dat overal spinnen over me heen lopen en alles, maar dat maakt niet uit. Het gaat nu om de 100% IV Charmander, bijna maximaal gepower-upped naar een 100% IV Charmeleon. Dus ik ben er echt super blij mee. Dit is eigenlijk de Pokémon waar ik het meest enthousiast voor was. De Shiny was hartstikke gaaf, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, dit is wel de Pokémon waar ik het meest naar uitkeek. Een 100% IV Charizard met de beste Fire Moveset in de game. Voor hem dan op dit moment, namelijk Blast Burn. Hopelijk krijgt hij natuurlijk ook Fire Spin, maar dat kunnen we altijd veranderen. Blast Burn is natuurlijk niet meer mogelijk, maar kijk eens even aan, wat een prachtig dingetje. Een 100% IV Charizard met inderdaad Blast Burn Air Slash, dus helaas niet... Fire Spin, maar dat maakt niet uit. 24,94. Volgens mij scheelt het nog 202 CP. Volgens mij is 26,96 zijn maximale IV of CP. Maar kijk eens even aan, 100% IV Charizard met de move Blast Burn, waar ik echt super enthousiast voor ben. Maar ja, het is nu tijd klit natuurlijk een beetje voorbij. Dus laten we ook onze Shiny Charmander gaan evalueren direct. Daar gaat hij. Oh, hier ben ik toch wel echt het meest enthousiast voor. Of dat is niet waar, maar hier ben ik toch wel echt super blij mee, dat zou ik willen zeggen. Ik heb niet de meeste shinies gevangen, zoals je kunt zien. Dat is allemaal geen probleem. Deze verschilt helemaal niet veel, een shiny Charmeleon. Maar het gaat me eigenlijk alleen maar om die shiny Charizard. Een shiny van allemaal, hè, van shiny Charmander en Charmeleon. Had ook hartstikke leuk geweest, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, je ziet het, heel veel verschillen zijn er ook weer niet. Dus ik vind eentje meer dan prima. En ja, ik ben hartstikke blij dat we bij deze onze... Shiny, oh,
Wat een mooi ding zeg. Oh, prachtig. Prachtig. Gewoon, ja, Black. En ook nog Fire Spin Blastburn. Ook nog een geweldige moveset. Oh, 15, 16 CP. Qua CP was hij nog aardig hoog, de Shiny Charmander. Maar qua IV's dus helaas niet. Maar een Shiny Charizard, jongens. Dit is toch, dit is waarvoor je het hebt gedaan. Dit is waarvoor we het hebben gedaan. Een zwarte, dankjewel. Een zwarte Charizard, wat echt bizar is. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik kan niks anders zeggen. Kijk hem eens mooi staan en mooi shinen naast onze 100% IV Charizard. Er is ondertussen ook nog wat gespand. Dat is ook nog een Charmander. Eerst even de Pokéstop spinnen, kijken of dat nog wat is. Want we hebben natuurlijk alle items kunnen gebruiken. Is het nog een shiny? Dat zou wel top zijn. Helaas niet. En om misschien wel een legendarische vlog af te sluiten, gaan we hem afsluiten met een legendarische Pokémon. Helaas niet een shiny legendarische Pokémon, want een Ho-Oh hoop ik vandaag nog te kunnen doen. Maar we hebben zeker nog een Z-doos op ons te wachten. Van Mr. Willow natuurlijk. Door middel van het field research die we hebben complete met Breakthrough Research. 2000 Stardust, een 3 rare candy, dat is zeker mooi, want die kan ik goed gebruiken. En natuurlijk een mysterieuze Pokémon die hier komt. En dat is natuurlijk de Z-doos uiteraard. 14-13, dat is zeker een mooie, dat is ook zeker een hoge. 14-27 is natuurlijk een maximale CP of maximale IV. Dus 14-13 is zeker geen slechte en ik denk dat die misschien wel boven de 90 uit kan komen. De vorige keer had ik eentje van 1400 en die was 87 volgens mij. Dus is zeker wel een mooie, die ik zeker wel wil hebben. Nou, ik kan gelukkig niet wegrennen, dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Even kijken, de eerste bal zit hij helaas niet in. Ik weet dat je een Pineapple Barrier kan geven en dat hij niet weg kan vliegen. Of dat hij niet weg kan rennen. Maar ik vind het, ja, je moet wel, het is een legendarische Pokémon, dus ik vind wel dat je in zijn waarde moet houden en niet zo makkelijk moet kunnen vangen eigenlijk. Als de shiny is, vind ik het wat anders, want die wil je gewoon helemaal niet missen natuurlijk. Die heeft natuurlijk 100% catch rate. Maar zit erin een Zapdos van 14-13 CP, zeker een mooie. Scheelt 14 CP dus met de 100% IV. Even kijken, met de beste moveset is ook wel gaaf. En dan heeft hij, even kijken, HP en attack als beste statistiek. Dat is zeker een hele gave. En dat is zeker een Zapdos die we waarschijnlijk wel gaan power-uppen. Als hij dus daadwerkelijk boven de 91% IV's heeft. Maar dat denk ik wel, dat denk ik wel. Oh, dat is een hele, ik kan niks anders zeggen. Een hele mooie afsluiter van een geweldige vlog. Ik ga eens even naar mijn recent. Want dan zie je inderdaad, we hebben natuurlijk de Shiny Charizard met de beste moveset. IV's maken me even niet uit, maar het is een Shiny. En we hebben dan ook nog de vlog af kunnen sluiten met een geweldige Zapdos. Laat het daarop houden. Hij zal waarschijnlijk boven de 91% zijn, maar het is geen 100 in ieder geval. En dan als we het helemaal compleet willen maken, onze bijna maximale IV of bijna maximale CP Charizard. Echt een hele gave. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij deze Community Day event hebt ervaren. Ik vond het zelf dat ze best wel weinig aanwezig waren, Charmander. Dus hopelijk heb jij er sowieso eentje kunnen vangen van een Shiny. En natuurlijk ook nog eentje met de beste moveset kunnen krijgen. Dat zou helemaal top zijn. Dus bij deze, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Dat was zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.